Ja, dat is fantastisch. Dat ben je maar één keer in je leven, geloof ik. Ja, leuk. Hoe was de aankomst op Schiphol? Hoe werden jullie verwelkomd? Belangrijke mensen natuurlijk, hè? Directeur van KLM en directeur van Schiphol. Ja, fantastisch. Die mevrouw is natuurlijk bijzonder verrast. Die had toch niet deze overweldigende ontvangst op Schiphol verwacht. Hoe hebben jullie haar gefeliciteerd met dat cijfer? Door haar wat cadeaus aan te bieden. Een cheque van 10.000 euro te besteden aan te geven aan een goed doel. Door haar te bepalen. Zij heeft daar het KWF voor uitgekozen. Nou, daar zijn wij natuurlijk ook heel blij mee. Daarnaast heeft ze een reischeck ontvangen van KLM en van ons ook nog een check van 1000 euro te besteden in Sea-by-Fly winkels hier op Schiphol. Bij de volgende keer dat ze weer aan het reizen is. We vieren vandaag dat de miljardste passagier is geland op Schiphol. Kleinigheidje voor u en u kunt ook nog een leuke prijs winnen als u het inlevert bij de Burger King. Wanneer gaan jullie de 2 miljardste passagier in de watten leggen? Ik denk dat dat 10-20 jaar duurt, want dat is nu absoluut een exponentiële groei en je ziet ook de getallen. De afgelopen 10 jaar hebben we 500 miljoen passagiers hier gehad. Dus de 85 jaar daarvoor was 500 miljoen en de laatste 10 jaar 500 miljoen. Ja, het is aardig wat. Je mag reizen, waar gaat de volgende vakantie naartoe? Ja, daar hebben we nog geen tijd gehad om over na te denken. Dus maar dat gaan we zeker gauw plannen. Ja, helemaal leuk. Gefeliciteerd met de miljardste passagier.